hè? Lekker naar de kapper. Daar worden we vrolijk van. Life & Cooking is in Rotterdam bij de Kappersacademie. Drie studenten krijgen vandaag een masterclass van deze topkapper. Anand Axel. Ja, meisjes, zwaar maar even naar hem. Wat een verschijning. Wat een charisma. Ik hou het bijna niet meer. Kom maar binnen. Jongens, daar is die. Ja, goedemorgen. Gezelligheid hier. Heel gezellig, maar zouden er ook een paar leergierige, gezellige zin hebben in een leuke workshop? Ik ben Anand en ik mag vandaag een masterclass geven aan een aantal leerlingen die hier op de school zitten. Wie heeft daar zin in? Nou, dat willen we allemaal wel, hè? En nu? Stel voor dat jij met mij meegaat, jij en jij. Dus als jullie nu je spullen pakken, dan... Lekker adequaat opgelost, Anand. Jongens, hartstikke leuk dat je meedoet vandaag. En we gaan een leuke trendzettende kapsels gaan we maken. Trendzettende kapsels. Weet jullie wat de trend is voor 2009? Geen idee. Voilà. Klopt. Stekels? Niet helemaal. Laagjes? Precies, laagjes. Langhaarlaagjes, ja. Gaan doen. We hebben drie modellen. We gaan daar laagjes in knippen. De keuze van de kop wordt bepaald door de vorm van het gezicht. Dus we gaan bij ieder model gaan we andere lagen in knippen. En daar hebben we de modellen. Kijk dat haar. Daar word ik nou zo jaloers van. Wat mij betreft hoeven jullie er niets meer aan te doen, hoor. Anna, het is toch schitterend? Dit is Amanda. Amanda heeft heel mooi haar. Hij heeft een mooi ovaal gezicht. Dat betekent dat je juist een beetje volume om haar gezicht heen moet maken. Goeie tip. Kijk, kom gaan. Jorien heeft een wat hoekiger gezicht. Doordat we rond gaan werken, gaan de laagjes een effect doen, waardoor ze heel veel volume krijgt en heel veel krullen. Oh, dit wordt spannend. Daar gaat hij. Marleen heeft een rond gezicht. Bij Marleen gaan we een beetje ovaal werken, waardoor ze aan de onderkant veel volume krijgt. En de bovenkant blijft ietsje sluiten. Staat hij nou met de stift op de spiegel? Wie maakt het nou weer schoon? Nou, enfin. Even haren lekker wassen. En dan klaarzetten voor de kapper. Ik vind het zo zonde van dat haar. Moet het nou echt worden geknipt? Nou ja, ze heeft ervoor gekozen, hè? Goed, we beginnen met kammen en dan. Wat ik vandaag geleerd heb is het knippen in droog haar. En inknippen met de valling van het haar mee. Nou, ik ben blij dat iedereen zo lekker enthousiast is. En er zin in heeft vandaag. Kijk, ze is gaan met die scharen. Het zijn toch tovenaars? Nou, maar mooi geknipt. En we gaan het nu afstijlen. Hiervoor gaan we een mousse gebruiken en, om veel volume en textuur en haar krullen heel mooi te accentueren. Oh, volume en texture. Ik heb het altijd al gewild. Kortere lagen maken weer net wat vlotter en wat spontaner. En wat lange lagen in lang haar bijvoorbeeld maakt het haar wat soepeler en is wat leuker. Marcia, om de lagen nog extra te accentueren, gebruiken we een serum. Oh, wat handig. Marcia, de driehoek die ik net had uitgetekend op de spiegel, komt nu helemaal terug in de haar. Ik zie het. Uiteindelijk is dat echt superleuk geworden. Toen ze binnenkwam, had ik niet verwacht dat ze zo'n bos met krullen zou kunnen krijgen, zeg maar. Laat nog eens zien. Oh, wat schitterend. Echt chic hoor, die laagjes. Nou, ik vind het fantastisch geworden. Jullie kunnen rechtdoor en naar linksaf, zo naar de disco. En Anand die gaat niet mee, want die had een andere afspraak. Maar jullie heel veel plezier. Tot ziens. Bye.